Een gebied met bewolking trekt vandaag over Nederland. En dat hoort allemaal bij een warmtefront waarachter zachte lucht binnen gaat komen. Uiteindelijk gaat er op de meeste plaatsen regen vallen. Misschien dat er vanavond in Zuid-Limburg een beetje sneeuw valt. Vanochtend is het op veel plaatsen nog koud, want in maart vriest het ochtends vroeg nog licht. In de kustprovincies is het al wat zachter, met een graad of twee slechts. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 2 graden in Zuid-Limburg tot zo'n 6 graden Po aan zee. Daarbij niet al te veel wind, meestal zwak tot matig, uit het westen tot noordwesten. Vanavond dan valt er op heel veel plaatsen regen. In Zuid-Limburg kan er laat vanavond dan in eerste instantie wat sneeuw vallen. Mogelijk dat het hoog in de Limburgse heuvels eventjes wit wordt. Maar na een aantal uren gaat ook daar de neerslag over in regen. Morgenochtend dan trekt de meeste regen uiteindelijk overal weg. Dan blijft het bewolkt en dan valt er slechts af en toe nog wat lichte regen of motregen. De temperaturen een stuk hoger dan vandaag met zo'n 7 of 8 graden. Ook het weekend vaak bewolkt met soms lichte regen of motregen. De temperatuur dan tussen de 7 en 9 graden met soms een stevige westenwind. Na het weekend zien we mogelijk af en toe weer de zon en is het weer wat vaker droog met een graad of 7. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.